Door de onvoorstelbare druk op de verpleegkundigen vanwege de coronapandemie verdienen werkers in de zorgsector meer liefde en waardering. Dit zegt Simon Eduards, verpleegkundige van het jaar van het Diaconessenhuis. We spraken hem nadat hij in de bloemetjes was gezet in verband met de viering van de Dag der Verpleging. Het betekent heel veel. Dus daaruit moet voortvloeien dat we verder moeten gaan met het werk waarmee we zijn begonnen. Dus het is een passie wat dat betreft voor mij om in de zorg te zijn. En dat wat je hebt geleerd al die jaren, moet je dan toepassen in de praktijk. En dat proberen we. Niet omdat ik als verpleegkundige ben uitgekozen, moet dat ik het alleen moet doen, maar overal. Eduards zegt dat de COVID-pandemie zwaar drukt op de schouders van elke verpleegkundige. De situatie is soms niet in woorden uit te drukken. Desondanks zal hij zich met liefde blijven inzetten voor de mens die zorg nodig heeft. Het is zeer stressend om daarover een beetje te vertellen. Was ik de eerste die toen er een beroep was gedaan, wie wilde gaan. Het was even een doordenkertje van moet ik gaan of moet ik niet gaan. Ik was bang natuurlijk, dus je weet niet hoe het zal uitpakken. Op de duur heb ik dan gezegd van oké, ik zal dan gaan. Dus ik ben dan gaan helpen bij RKZ, ben ik dan toen gaan helpen. En als je de eerste keer bent geweest, dan weet je hoe het toe gaat. Dus dan is die angst een beetje minder. De directie van de Circle Group of Companies maakte bij de viering in het Diaconessenhuis bekend dat alle verpleegkundigen in aanmerking komen voor een gratis maaltijd. Ook bij de overige ziekeninstellingen is de Dag der Verpleging gevierd en is het personeel in de bloemetjes gezet.